Joël meets YouTube. Daar gaan we naartoe. Vandaag is Joël in Terneuzen op bezoek bij Ivar de Groot. Ivar maakt covers en productreviews. Can't make up your mind, please don't waste my time. Nou, waarschijnlijk woont hij daar ergens, dus we gaan even kijken of hij thuis is. Ivar. Hoi. Hi, Ivar. Hey, hoe is het? Goed, met jou? Heel goed. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Wie ben je en wat doe je op YouTube? Ik ben Ivar de Groot en ik heb een YouTube-kanaal, ja. Ivar Music. En ik doe daar covers en vlogs. En ik ben ook ga beginnen met productreviews te doen. Maar vooral covers van popliedjes, maar ook van musicalliedjes en van Disneyliedjes. Eigenlijk heel, heel breed. Wat is jouw doel op YouTube? Mijn doel op YouTube is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ik zeg altijd, als je op YouTube begint, moet je nooit naar de views kijken, maar je moet kijken naar de likes en naar de reacties en naar de interactie met andere mensen. Ja. En dat is wat het zo enorm gaaf maakt, want je leert andere mensen kennen met dezelfde interesses. Je krijgt respons op je video's waar je van kan leren. En je kan wel heel veel views hebben. Stel je voor, je hebt een video met 100.000 views, maar je hebt 50 likes. Dan heb je wel veel mensen die hebben gekeken, maar je weet niet of ze het leuk vonden, of ze er iets aan hebben gehad, of ze er iets van hebben geleerd, of ze het leuk vonden. Dus ik heb liever een video bij bijvoorbeeld maar 1000 views en dan toch wel 200 likes of zo. En de video's die je maakt, hoe reageren jouw vrienden en familie daarop? In het begin ben ik flink uitgelachen. Mijn eerste video is volledig afgekraakt en werd op school gedraaid en iedereen... Want het was een cover en het was nou niet de beste cover ter wereld, dus ik ben toen... Als ik langs klaslokalen liep, dan hoorde ik mijn cover en dan waren ze daar heel erg lacherig over en zo. Ja. Dus dat was niet leuk. Mijn familie vond het allemaal van, ja, die dacht van, ja, hij doet zijn ding, maar dat valt me wel meevallen en zo. Now look at me, this is the part of me. Kan je ons wat laten zien over de werkplek? Uiteraard. Nou ja, ik doe covers, zoals je weet. Dus hier heb ik de microfoon staan. En hier wordt alles opgenomen. Als ik een video maak, wordt eerst uiteraard de audio opgenomen. En meestal pas een aantal weken later de video, want het moet allemaal goed gemixt worden. En hoeveel kost die microfoon, als ik vraag mag? Die kost 3000 euro. 3000 euro. Maar die is gehuurd. Oké. Ik heb ook een eigen bedrijf in video, dus ik heb heel veel spullen nodig. Ik heb... Hier is een microfoon voor als ik gewoon live wil zingen en gewoon random dingetjes wil opnemen. Hier staan wel apparatuur voor de microfoon. Dit is mijn camera, dit is de Canon 5D Mark II. Canon 5D. En dat is de beste aankoop ever. Oké. En met welk programma edit jij je video's? Ik edit alles met Premiere Pro en dat komt puur omdat ik heb op een mediaopleiding gezeten en toen moesten we met Premiere Pro werken. Daar was ik eerst heel erg op tegen, want ik was heel erg van de consumentenprogramma's, zal ik maar zeggen, want dat wist ik hoe dat werkte. Maar ik moest het daarmee editen en uiteindelijk vond ik het zo geweldig. Want Premiere Pro is van Adobe en Adobe maakt Photoshop, After Effects. En al die programma's die praten met elkaar. Ik zou zeggen, start. Dat is in het begin lastig, maar eens zal je je eerste video moeten uploaden. Ja. En, wees niet verlegen en wees vooral jezelf en leer van de kritiek. Want mensen gaan haten. Ja. Gaan altijd haten. Want je hebt dat ene kamp dat jou geweldig vindt en je hebt dat kamp dat jou helemaal niks vindt. En je hebt degene... die niet naar je kijken. En eigenlijk is dat tussenkamp is het ergste. Je moet je ook gaan verdiepen in camera en in editing en in de technische kant ervan. Want iedereen denkt filmpje maken, leuk, leuk. Maar er komt meer bij kijken. Ja. In het begin zal je niet de beste filmer zijn of niet de beste editor zijn. Ga er volledig in YouTube. Ga niet video's maken en dan video gemaakt, weg. Ga andere YouTubers bekijken. Ga subscriben, ga liken, ga reageren. Probeer in die community te gaan. Want dat is hetgene wat ik vind dat het rijk maakt. Wil je nou meer vloggers en meer YouTubers zien? Ga dan naar de website toe, www.i13.nl. Daar kun je meer zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Houdoe!